Ik ben Richard Hartensveld van de ondernemingen De Kabel en Be Curious. Ons bedrijf is nog nooit in familiehanden geweest, dus dat tenminste van een aantal families, laten we het zo zeggen. Wij werken hier met een tweekoppige directie en waarbij een heel duidelijk onderscheid is gemaakt tussen aan de ene kant het management, aan de andere kant aandeelhouders en financiers. Dus eigenlijk hebben we dat in drieën geknipt. Wij zijn van mening dat er een consolidatieslag zal gaan plaatsvinden binnen de tuinbouwbedrijven. En dat er in de groenteteelt in ieder geval minder bedrijven over zullen blijven. En dat die bedrijven die overblijven ofwel heel gespecialiseerd zijn of groter zullen groeien. En op het moment dat jij groter wordt, ja, dan vraagt dat ook andere capaciteiten van je als ondernemer. En ja, bij iedere stap die je zet moet je afvragen van ben ik die persoon of moet iemand anders dat doen? Als je de visie hebt zoals wij die hebben en de strategie zoals wij die hebben, dat je binnen de groenteteelt zou moeten groeien om voldoende schaalgrootte te hebben, ja, dan wordt het wel lastig om dat allemaal door één persoon te laten doen. En om één persoon die verantwoordelijkheid te laten dragen en alles op te hangen aan één persoon. Want eigenlijk wil je dat. Ik vind niet dat een onderneming van een bepaalde omvang aan één persoon mag hangen. Ik run de onderneming samen met mijn compagnon Joost. En Joost is verantwoordelijk voor de teelt. En ik doe alles behalve de teelt. Nou is dat een beetje simpel, zeg maar. Intern gericht en extern gericht. Daarnaast hebben wij een aantal staffunctionarissen in dienst en dat doen we met Be Curious. Waarbij we specialisten zitten op het gebied van P&O, op het gebied van energie, op het gebied van techniek, onderhoud, alle financiën. Dus allerlei deelgebieden worden daardoor de specialisten bezet. Ja, als je aandeelhouder bent, dan wil je dat je aandeel zo goed mogelijk rendeert. Ja, dan moet je daar de beste mensen bij zoeken. En als ik dat niet ben of als Joost dat niet is, dan moeten we op zoek naar mensen die dat wel zijn. Dat neemt niet weg dat het familiebedrijf of nog steeds in heel veel gevallen toekomst kan hebben. Maar er zijn ontwikkelingen waarbij ik denk dat het... Dat die professionalisering zo hard doorgaat dat je daar ook professionals bij nodig hebt.